Zo ziet hij eruit en zo klinkt hij ongeveer. Nou ja, de grauwe klauwier klinkt in het echt zo. De zangvogel staat op de rode lijst. Ooit waren er duizenden paartjes in ons land. Tegenwoordig is het Bargerveen hun laatste toevluchtsoord. De afgelopen jaren nestelden er 50 paartjes, maar nu zijn er nog maar 2 gesignaleerd. De vogels zijn later dan ooit. Nou, waarschijnlijk zijn ze opgehouden tijdens de trek vanuit Afrika, waar ze hebben overwinterd, naar Nederland. En we hebben via een collega heb ik vernomen dat het tijdens de, zeg maar, het moment dat ze Afrika uittrekken, dat daar het weer heel slecht was, waardoor ze Afrika niet konden verlaten. Normaal komen de vogels begin mei aan, maar het is nu bijna juni. De vertraging is slecht nieuws voor de bedreigde soort, die leeft van een gevarieerd aanbod aan insecten. En als de grauwe klauwier dus later aankomt, dan missen ze net die piek aan van een bepaalde soort, die normaal gesproken zeg maar ruimschoots voorhanden is. En als je ook bekijkt dat dit voorjaar alles veel vroeger is, dat heel veel insecten veel vroeger vliegen dan andere jaren, krijg je nog een versterking van het effect. Vogelbeschermers vrezen dan ook dat de grauwe klauwier dit jaar voor weinig nageslacht kan zorgen. Dan heb je kans dat de vogels die, zeg maar de laatste vogels, dat die moeite krijgen om hun jongen groot te brengen. De stichting Bargerveen doet al sinds begin jaren 90 onderzoek naar de grauwe klauwier. Onderzoek dat door bezuinigingen onder druk staat. De onderzoekers stellen vast dat het natuurbeleid van de afgelopen jaren een positieve uitwerking heeft gehad. Op dit moment is die niet zo bedreigd meer als zeg maar 20 jaar geleden. Hij lijkt nu weer iets toe te nemen, maar dat komt vooral omdat er in heel veel natuurgebieden, waaronder dus hier in het Bargerveen, goed beheer wordt gedaan. Waardoor heel veel bepaalde insectensoorten weer terugkomen. En vooral de insectensoorten waar die grauwe klauwier van afhankelijk is. Maar gelukkig, het geduld wordt beloond. Een van de 2 grauwe klauwiers laat zich toch nog even zien.